welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maes. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. Nou, ik ben thuis van het werk. Ik heb me heerlijk gedoucht. Ik heb me omgekleed en dat soort dingen allemaal. En ik ben even bezig geweest met de was. Ik heb de was heb ik voor zover weggestreken. En het is prachtig weer vandaag. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton. Blijf je altijd van op de hoogte. En kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb heerlijk de was buiten gezet. Want het is zo heerlijk weer. Ik zeg, dat was nog niet droog, want het zijn lakens en zo. Want kan ik wel even vertellen. De kleine man is hier wezen slapen. En het schijnt dat ze boven op de kamer was een beetje rommel gemaakt. Dus ze hebben per ongeluk hebben ze met vieze schoenen hebben ze op die lakens zijn ze gekomen. Maar goed, dat is niet erg. Dus daar kwamen we gistermorgen pas achter. Dus ja, die kleine man heeft in het vieze bed gelegen. Maar gelukkig hebben we gisteren alles schoongemaakt. En alles gewassen en dat soort dingen allemaal. Dus dan is dat ook weer helemaal klaar. Dus daar zijn we wel weer blij mee. Ja goed, het was even een dingetje. Ik heb het over het hoofd gezien. Dus ja goed, kan altijd even gebeuren. Hè, zo'n dingen. Dus, maar ja, het was heel erg gezellig. We zijn met de kleine man, wat jullie zagen, naar McDonald's geweest. Maar ja goed, hij is pas 2. En 2 is nee. Hè? oh nee, 4 is die. Excuus, 4 is die. En dan begint hij een beetje na te praten. Dus dat was wel erg grappig, moet ik zeggen. Toen hij hier bleef slapen. En bij McDonald's. Maar ja, goed. Hij at niet veel, maar dat is niet erg. Maar daarentegen, dan eet Daan weer zo'n dingen iets meer. Als normaal. Dus, en ik kreeg laatst hele leuke reacties. Waarom Daan niet met ons mee aten in de, met de pot. Nou, het is namelijk zo. We geven het altijd sowieso. En hij proeft het ook als de camera uitstaat. En dan eet hij het en dan proeft hij, zegt hij, ik vind het niet zo lekker. Daarom krijgt hij ook wel wat anders. Want ja goed, hij moet het wel proberen te leren eten. Hij probeert het ook. Maar ja goed, hij is nog jong en hij heeft nog heel veel voor zich. Dus ja, en hij is niet in ondergewicht. Als jullie denken van, is hij te mager? Nee, hij zit mooi op zijn gewicht voor zijn lengte. Voor zijn leeftijd zit hij gewoon perfect, moet ik zeggen. Dus dat is wel heel erg mooi. En ja goed, Daan vindt dan McDonald's wel weer heerlijk. Dus ja. En wat jullie hebben gezien met het voetballen. Ze zijn gedegradeerd afgelopen reeks. Met, ja, ik noem dat reeksen. En nu zitten ze in de laatste van dit seizoen. Want dadelijk krijg je Koningsdag. Ik geloof, in ieder geval tot half mei duren de competities. Er zijn twee dingen waardoor een wedstrijd niet door kan gaan. Waardoor ze zich dat opschuiven. Maar goed, dat kan altijd komen. Maar er komen ook gegarandeerd nog leuke vlogs aan tegen die tijd. Met de nationale feestdagen. Ja. Dus ja, dat even overdaan. En de was, want denk je van, waarom hangen die lakens daar? Maar ja goed, maakt niks uit. Jullie letten op, goed zo. Dus ja goed, we gaan er iets moois van maken. We gaan genieten. En ik neem jullie vandaag gezellig mee. Dus ja, ik zit hier aan tafel en ik heb de lunch al klaargezet. Ja, er zijn nog wel nog broodjes over. Die eet ik me wat. En dan kan ik morgen misschien nog eventueel nog eten. Maar dat zien we morgen al wel weer. Dus ja goed, ik ben weer thuis. En daar ben ik weer voor jullie beschikbaar. Dus toi toi toi. En geniet in ieder geval. Ik heb de boel heb ik hier opgeruimd. En alles in de vaat heb ik het gezet. Dus ja goed. En het begint een beetje te betrekken. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb de was maar even hier binnen neergezet. Ja goed, dan droog het ook. Maar ja goed. Als ik dadelijk weg ga. En er komt een beetje druppels. En dan is dat niet zo fris. Hè? Dus ik laat het even hier staan. Maar het is al vrij ver droog, moet ik zeggen. Dus laat het maar gaan. En als ik dan strakjes thuis ben, dan kan ik altijd nog zeggen van, ik zet het nog eens een keer even buiten. Dus ja, maar goed. Ik ga even naar boven. Ik ga mijn schoenen even aandoen. Want ik moet sowieso
moet even tanken met de scooter. Want anders kom je niet ver. Ja goed, ik kom wel tot aan het tankstation daar niet van. Maar ja goed, ik ga even die kant op en dan ja, eerst even de schoenen aan. Ja? Alright. Zo, ik heb mijn jas aan. Ik heb toch even de winterjas aangedaan, want het is toch wel wat frisjes op de scooter. Maar ja, ondanks dat is het toch wel weer heerlijk weer. Dus ik ga er vandoor en dan zien jullie het dadelijk. Toedeloe. Oh nee, jullie weten het al. Ik ben even bij dit tankstation ben ik nou aangekomen. Dus dat is op hele baan. En dan, ja goed, ik heb even een stukje gereden. Dus het is wel fijn, hè? Het is wel een keer leuk. Dus ik ga tanken en dan ga ik binnen betalen. Toepies. Ik heb getankt, betaald en gedacht. Ja. Nou, ik ga de helm opdoen en dan ga ik tankstation hier verlaten. Dus, toedeloe en tot dadelijk. Ik ga nog ergens naartoe. Dat zien jullie zo. Ik ben even bij mijn familie ben ik even gestopt. Dus dan ga ik even naar binnen. Dat was de verrassing een beetje. Ja, ik ga naar binnen. Ik heb even in de brievenbus gekeken, maar er lag niks. Dus dan gaan we even binnen. Even een kop koffie drinken. Toedeloe. Zo, wij gaan weer naar buiten. En het heeft net geregend hier. Dus ik ga me de helm opdoen en dan ga ik richting huis toe. En ik ben weer thuis. Ja, dat was, ben ik blij dat ik die binnen heb gezet. Want het is wat ik zei. Als ik wegga en het gaat dan regenen. En in dit geval heeft het dus geregend. Dus het is lekker nat geweest. Kijk maar. Dus het is lekker warm. Daar niet van, maar... ja goed, het is wat het is. Kijk, en dit heb ik meegekregen. Een of andere salade. Kijk. Heerlijke verse salade. En hier, bietenwitte kaas. En dit is udon noodles salade. Dus bietenwitte kaas, die gaan we strakjes maken, want die waren maar tot vandaag goed. Want ze hebben boodschappen gisteren gekregen en ik heb het gevoel dat die gewoon niet naar de datum hebben gekeken. Want dat is maar beperkt houdbaar schijnbaar. En ja, wat hebben we hier? Heerlijke gerookte grillworst hebben we gekregen. En nog kaas. Dat is wel mooi. Ja, dan ga ik het even opruimen in de ijskast. Zo, ik heb het opgeruimd en Daan die komt wat later, want hij moet op school blijven in verband met zijn huiswerk. Dus die komt wat later en ik denk dat zijn vriendje ook mee komt. Ja, daar is die. Komt even gluren. En ik ga de was even boven en dan kan ik dat ook... Oh, dat is al, droog. Dat is wel fijn, dus dan kan ik daar ook weer vellen. Even meegaan. Dus ja, dan gaan we dat boven zetten. Linda is ook thuis, die is zich boven douchen. Yes, like deze video. Zo, ik wou even wat verder. Kijk, ik heb die lakens even zo opgehangen. Ja, het is niks engels of zo. Maar ik heb de rest van de was heb ik allemaal weggestreken. Daan is ook thuis gekomen. Linda is helemaal klaar. En het vriendje van Daan is ook hier. En dat is dan wel hartstikke mooi. Dus... ja goed, dan kan het weer even zo wat vlugger drogen en dan voel ik dat strakjes wel weer naar. Want dat is meestal altijd die puntjes, weet je wel. Dat is meestal altijd nog even nat en ja goed, dat heeft dan eventjes nodig. En anders droog het wel in de kast, hè. Ja, dus in ieder geval, dat is helemaal klaar. En dan zijn we daar ook blij mee. Dus we zijn weer compleet, hè. Met een extra kindje erbij, is wel leuk, hè. Dus... Ja, want Daan heeft daar de vorige keer een hele week eigenlijk gespeeld en dat soort dingen allemaal. Nu komt hij weer hierheen. Is wel mooi. Kijk, dat is de kat. Ja, ik moet het bed nog opmaken. Ja. Ja. Dus ik ga naar beneden toe en dan gaan we chillen. Wij zijn weer even wat verder en ik sta in de keuken. Dus maar één ding dat betekent dat ik ga koken. Het vriendje is nou naar huis. Daan, breng hem even naar huis. Want dat is net een paar minuutjes lopen. En dan is hij ook weer thuis. Het is net om de hoek eigenlijk. Dus die gaat daarheen. Wij eten vandaag heerlijke aardappeltjes. Met witbonen, tomatensaus. En worstjes. En die had ik meegekregen. Ja, die zijn tot morgen zijn die goed. Ik had me vergist. Ik dacht vandaag.
Want dat is bietenwitte kaas. Ja, maar we hebben nog een salade. Ja, dat is voor morgen. Dat hebben ze al gezien. Dus die wil ik ook eens proberen. Want ze zeggen niet meer mee, want dat is maar tot morgen is het houdbaar. Want ze hebben dat gisteren gekregen. Ik snap dat niet bij die supermarkten. Waarom ze maar zo kort is. Want normaal als je in de supermarkt kijkt, dan is het echt wel wat langer houdbaar. Dus ik denk dat ze zoiets hebben van, pak me gewoon de eerste beste, weet je wel, wat bijna weg moet. En dan wordt het aan de consument wordt het dan zo verkocht. Ja, en logisch dat je dan heel veel rare reacties krijgt over korte houdbaardatum. Ja. Zo ben je jezelf een beetje aan het bedriegen, om het zomaar te zeggen. Dus, maar ja, goed. We gaan het eens proeven straks. Ik weet niet, ik heb het nog nooit gegeten, dus... maar ja, ze zeggen, neem het maar mee, want voor mij is het toch te veel. Of voor ons bedoel ik, excuus. En dan, ja goed. Nu gaan we het zien. Dus, ik ga jullie neerzetten en dan neem ik jullie gezellig mee met koken. Ja, en heel stom. Toen straks was het bijna aan het regenen. Nu is het mooi weer, want de zon schijnt. Kijk, dan pakken jullie toch nog op. Zie je? Schijnt toch weer de zon. Dus dan is het net misschien eventjes geweest. Dat het een beetje een bui eroverheen kwam. Ja goed, dan heb je dat wat het is. Dus, ja, en dan zijn we thuis. Nou, vandaag hebben we eigenlijk geen activiteiten, dus dan hoeft niet weg. Dat scheelt weer. Nou is de intro, de outro. Ja, daar kreeg ik ook al een paar reacties over de... intro en de outro, tot die zo hard staan. Ja, ik heb het toen eens een keer ingepland, maar ik krijg het niet meer goed. Dus dan zal ik waarschijnlijk iets opnieuw moeten gaan editen en dan het volume even wat zachter zetten. Want ja, jullie hebben er gelijk in. Het staat inderdaad een beetje te hard. Maar ja, zet dan gewoon even de televisie even wat zachter. En dan met de vlog zet je maar weer gewoon... op normaal niveau, zullen we zeggen. Ja. 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 En zo schillen we de aardappeltjes, heel dun. Dan hebben we tenminste ook wat aardappelen. Er had iemand toen eens een tip gegeven. Pak een dun schiller. Of koop een dun schiller. Dan heb je ook heerlijke aardappelen. Ja. Nou, ik ga even verder met schillen en dan kom ik daarna bij jullie terug. Yes, alright. Ik heb de aardappeltjes heb ik geschild. Kijk maar, even afspoelen. Ik ben dan net weer klaar. Ja, net. Kijken.
ja, ja, ja. En zo, kan die morgen ook weer weg? Zo, schudden. Pak een pannetje. Een koekenpannetje. Voor de worstjes. Ja, ja. Voor de lekkere worstjes. Zo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En wie is hier? Dat is de kat. Die komt even bij mij, hè, gezelschap houden. Ja. Nu gaan we beginnen met de kokerellen. Ja. Dat zeg ik je toch. Oh, ik heb mijn sleutel in mijn zak. Zo. Hallo. Ja. Ah. Nou, Daan is in het paadje is die aan het voetballen. Dus die is daarmee bezig. Zo, 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 zo. Ja, na, na, na. Zo, die gaan we erin doen. Zo, ik moet het even afkoelen. En dan wil ik die salade even gaan maken. Want het schijnt dat er van alles in zit. In ieder geval wel goed. Hoi. Hoi. Dag Daan. Kom even binnen. Zo, 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 zo. Rustelen. Brussel, Brussel. Het schijnt heel gezond te zijn. Ik heb het nog nooit geproefd. Oh. Moment. Zo, is dat weer geregeld. Nou, pak ik even het schaafje. Ga ik daar een nee. Dan doen we die saus. Oeh, het is een beetje sterk. Dat is vloeibaar. Dan gaan we strakjes proeven. Zet even wat zachter. Ik doe dat zo even. Ik hou het verspreiden, het vogel uit mijn handen. Maar ja. Dit is voor de dis, en we doen dat niks aan. Nee, nee. Nou, dan gaan we mengen. Het lijkt niet lekker te zijn. Of het ziet een beetje vreemd uit. Ja, wat zelf het smaakt het heerlijk. Ja, ik ga nu nog niet proeven, dus. Zo. En dan is de salade klaar. Kijk maar. Dat is mooi, hè? Nou, terwijl hier alles heerlijk zijn. In gang het gaan is, zetten we die op de kleinste. Ja? Dan sparen we toch een klein beetje. Ja goed, we hebben een paar dagen niet gekookt, dus
dan scheelt dat sowieso weer in het gas. Dus ik ga dat op tafel zetten en dan ga ik weer verder door. Yes. Terwijl het eten nog heerlijk zijn in gang aan het gaan is, is hij heerlijk aan het eten. En dan is even nog achterom. En de tafel is ook al gedekt. Dus ik ga even kijken. Wat ben je aan het doen? Nee, ik ben met eten bezig. Dus dat was hij aan het doen. Nou, ik ga nog even wachten, want het eten is zo klaar. Kunnen we daar hap hap. Hey, ik heb even de aardappel gesprek, dat is klaar. Even maken. Wel zo fijn, hè? Ja, la. Niet te dun en ook niet te dik, want anders is het niet lekker. Dus ja, top. Net als schilderij, ja. De verf breekt het. Ik ga even weer verder. Ja. En, was het eten? Tada! Het eten staat op tafel. Was het eten even zoek? Dus komen jullie eten? Heerlijk lekker smikkelen en smullen van onze heerlijke koningsmaaltijd. En daar gaan we ook heerlijk van genieten. En ik ga die salade ook even uitproberen. Dat zien jullie zo. Zo, ik heb de rest heb ik gegeten. Dan ga ik die salade even eten. Ja, ik zet jullie even gewoon neer. En dan ga ik eens proeven. Wacht, ik ga jullie heel even hier zetten. Moment. Ja. Life is life. La 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 la. Ja, maar niet vanavond. Nee. Kijk, hè. Dat is een kaasblokje wat je nou hebt. Nee. Lekker. Er zitten van die noten zitten erin liggen. Zie je nog meer van die? Misschien dadelijk. Ja, het is goed gekeurd. Nou. Wij hebben heerlijk lekker gegeten, ook de salade. Dus we hebben alles hebben opgegeten. Het was heerlijk. Dus wij gaan de boel gaan opruimen. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Dus ja, want we moeten ook even dit bakje even omspoelen. Want als je dat zo in de plastic gaat leggen. En vooral met dat warme weer wat er straks aankomt. Dan heb je allemaal die maaien zit erin. Ja, weet je wel. Maar in die groene container heb je dat hetzelfde verhaal. Dus, maar ja, daarom spoelen wij dat ook altijd even door. Dus wij gaan even de boel hier opruimen. En afruimen, schoonmaken en dat soort dingen allemaal in de vaat. En dan kom ik daarna bij jullie wel weer terug. Yes, toedeloe. Tada! Alles is er weer klaar. En zitten daar lekker op de bank. Dag Daan. Alles is weer opgeruimd. Is schoongemaakt. Alles is er weer mooi schoon. Het ontbijt van morgen vroeg hebben we ook al klaarstaan. Dus bij deze ga ik dan de vlog afsluiten. Dag Kat. Ja, dag. Hè? Dag Kat. Zeg maar hallo mensen. Ja, moment. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou ik hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. In ieder geval, peace.
En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En doe dat even, blijf van alles op de hoogte. Druk op belletje, like deze video en vooral druk op die abonneerbutton en geef ons YouTube kanaal alsjeblieft door. Dus hoe meer abonnees ze hebben en hoe meer leden, dan is het, komt het allemaal perfect in orde. Dus in ieder geval, toi 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 en tot morgen. Doei!